zaterdagavond. Vanuit dit mooie kerkje hier in Kortehoef gaan we met elkaar zingen. En dat doen we met vier broers. Wouter, Arjen, Bart en Job Vink. Welkom bij Nederland Zingt. En fijn dat je kijkt naar Nederland Zingt. En fijn dat jullie er ook zijn. De broers Vink, welkom. Dankjewel. En jullie hebben meegenomen met vier fantastische muzikanten. Fijn dat jullie er ook zijn. Straks samen zangliederen vanuit de Cunera-kerk in Rhenen. Maar eerst gaan we luisteren naar jullie. Jullie gaan een mooi lied zingen, een Engels lied. Maar eerst even, hoe is het om als broers zo samen te zingen, Arjen? Mag ik daarbij over beginnen? Daar mag jij over beginnen. Nou ja, ik weet niet of je het aan me kunt zien. Maar het is natuurlijk een grote vreugde. Het is super te gek om met je broers dit samen te kunnen doen. Niet alleen zingen is prettig samen, ook datgene wat je gelooft uit te spreken en, en te zingen. Dus dat is absoluut gek. Ja, ik zag jou net tijdens de repetitie helemaal stralen. Ja. Klopt dat? Dat klopt, ja. Ik hoop dat ik nu ook nog straal, maar dat weet ik niet. Nog steeds. Nee, maar mooi om te horen. Wat gaan jullie zingen? Vertel eens, wat is het voor lied? God So Loved. Ja, het is het evangelie in een prachtig liedje verpakt. God heeft de wereld zo lief.
En vandaag de dag, joh, als je mensen om je heen ziet, ziet rennen, ziet vliegen, van alles te vertrouwen. Maar de vraag is of het te vertrouwen is. En het antwoord voor ons ligt zo dichtbij, Jezus. Hmm. En die is niet alleen voor ons gestorven, maar voor de wereld. Ja. En dus dat is wat in dit liedje bij elkaar komt. Naar voren komt, ja. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan naar jullie luisteren. Misschien heb je die momenten wel eens gehad dat je je intens blij en dankbaar voelt. Alsof de hemel een stukje open gaat. Momenten dat je het wel zou willen uitzingen van blijdschap. Nou, het volgende lied zou zo'n lied kunnen zijn. Oh,
Er zijn heel veel verschillende uitvoeringen van Psalm 23. Van eenvoudig tot bombastisch. Maar allemaal komen ze op hun eigen manier dichtbij. De herder die op pad gaat met zijn schapen. En vanavond in de uitvoering van Psalmen voor nu. Heer is mijn herder en ik zal zijn schaap zijn. Tevreden en veilig, want hij zorgt voor alles. Hij weet waar het gras groeit en hij laat me slapen aan rimpeloos water. Daar kom ik tot rust, ik durf hem te volgen. De paden zijn veilig, zoals hij beloofd heeft, omdat hij de weg weet. Hoe diep en hoe donker, het dal is, u redt mij, uw herderstaf troost mij, ik ben niet alleen. Uw Heer is mijn herder, ik heb al wat hij lust, hij zal mij geleiden naar grazige weiden, hij voert mij als zachtkens naar wateren. Wat is jouw favoriete seizoen? Misschien is die van jou net als die van mij de lente. Het is de tijd van het ontstaan van nieuw leven en alles wat dood leek, dat weer tot leven komt. Prachtig. Daarover gaan we nu zingen. Jesus.
En dat waren liederen vanuit de Cunera-kerk in Rhenen. We gaan nu weer naar jullie luisteren. Lof zij de Heer. Best wel een traditioneel lied. Maar ik heb begrepen dat jullie hem in een iets ander jasje hebben gestoken. Vertel eens. Ja, ja zeker. Wij zingen hem al vanaf jongs af aan in de kerk. De psalmen zoals we die kennen. Ja. Maar we kwamen een versie van Shane en Shane tegen op het internet. En die sprak ons wel aan. Die is in het Engels. Hij gaat nu naar Nederlands. Dus ja. We hebben hem een klein beetje verbouwd. Maar er wordt iets meer Rocky neergezet. Iets meer Rocky zelfs? Iets meer Rocky. En dus, wat gebeurt er dan als jullie dat zeg maar testen? Wat gebeurt er dan bij jullie? Ja, wij worden daar heel blij van. En we hopen dat de kijkers thuis straks ook denken van nou dat smaakt naar meer. Dus het wordt heel leuk. Oké, nou, ben helemaal benieuwd. We gaan luisteren naar jullie. Lof zij de Heer. Zij de Heer, de almachtige koning der ere. Laat ons naar hartele zingen en blij musiceren. Komt allen samen, psalm zingt de heilige naam. Looft al wat adem de Heer. Christenen looft en met Abrahams kinderen samen. Hart, wees gerust, hij is uw licht en uw lust. Alles wat adem zegt, alles wat adem zegt.
verder met de uitzending op nederlandzingt.eo.nl. Tot zo. Dat je nog steeds kijkt naar Nederland Zingt, nu via YouTube. Nog steeds de gast, de broers Swink, Wouter, Arjen, Bart en Job. Wie is de oudste, wie is de jongste? Ja, zullen we raden? Nee. Nou. Arjen is de oudste. Ja? Dan komt Bart, dan Wouter en dan uiteindelijk ik. De Benjamin. Ja? Ja. En wie, wie was vroeger het meest ondeugend? Oef, ja, ik denk hij. Oh, echt? Want? Daar was ik al bang voor. Ja, want? Ja, de meeste lef. En nu nog steeds. In de familie-app is hij degene die de boel wel een beetje op stelte jaagt. Toch wel. Ja, tot frustratie van mijn ouders wel eens. Maar ja. Goed. Ja. En wie was vroeger het meest verlegen? Wie had nooit gedacht dat hij zou optreden, op een podium zou staan? Goh, jongens, help me even. Ik denk dat geen van de vier is, eerlijk gezegd. Nee? Dat is het eerlijke antwoord. Nee, echt waar? Ja, iedereen was wel redelijk... Nou, die durft wel een liedje te zingen op school, zeg maar. Ja, de gedachte dat we kunnen vast wel een liedje zingen, dat zat er wel redelijk vroeg in gebakken. Ja. Ja. Want van wie hebben jullie die musicaliteit? Van onze ouders en diens voorouders. Ja, dat gaat al een paar generaties door. Ja, want hoe muzikaal zijn jouw ouders dan? Of jullie ouders, moet ik zeggen? Nou, ze zingen vooral heel graag. Dus dat is vooral de musicaliteit. Dus dat is met de paplepel ingegoten. En dat is heel mooi en heel waardevol. En, ja. Ik denk ook dat het ook is, hopelijk zie je dat, maar het verbindt enorm. En dat is eigenlijk door de hele familie heen. Dus niet alleen ons gezin, maar
ook van beide kanten in de families wordt er graag muziek gemaakt, ja, gezongen en geluisterd naar muziek. Dus wow, dat is wel bijzonder. Ja, ja, dat is heel bijzonder. Dat is mooi. Mooi om dat zo met elkaar te delen. Want was er dan ook een lied wat jullie vroeger zongen met elkaar? Een vast lied of zo? Dat je denkt, oh ja, dat deden we wel meer stemmig of zo. Het Onze Vader natuurlijk. Hè? Dat was dan zo'n eentje die je dacht, die doen we, oh, dan, ja, meer stemmig aan tafel. Abba Vader, geloof ik. Echt die traditionele liederen. En dan pakten jullie allemaal een andere stem. En a cappella. Volgens mij kwam op een gegeven moment een cd van a cappella. Zo'n Amerikaanse groep die alleen vocalisten, dat naam zegt het al. Ja. Kwam die mee naar huis, volgens mij had je die meegenomen. En daar gingen we toen behoorlijk op los, geloof ik. Ja, meerstemmig. Ja, dus er werd gewoon lekker veel gezongen in jullie familie, nog steeds eigenlijk. Mooi. Jullie gaan nu voor ons zingen het lied Geen Afstand. Dat gaat erover dat er geen afstand is tussen God en jou. Is er ook wel eens een periode in je leven geweest, nou, misschien kan ik het aan jou vragen, dat je wel die afstand voelde, dat je dit lied bijvoorbeeld niet kon zingen? Ja, die periode heb ik wel gehad. En toen, toen zat ik in de puberteit. Mm-hmm. Toen kwam ik ook in de kerk, maar ik kwam er niet graag. Ik merkte dat ik had het gevoel, dat lag ook bij mij hoor, maar ik had het gevoel dat het heel schijnheilig was. Dat het niet echt was wat ik daar zag. En daar werd ik ook een beetje opstandig van. Dus als ik dan uit de kerk kwam, dan had ik een lantaarnpaal nodig om daar even tegenaan te schoppen. En dacht ik, ja, wat is er nou eigenlijk? Het was ook mijn zoektocht. En, ja. Dat is later wel goed gekomen, maar ik herken me soms wel in jongeren die datzelfde gevoel hebben. En ik denk dat je daar ook eerlijk over mag zijn, dat je dat ook mag uitspreken. Van joh, ik voel het nu even niet, of ik heb het nu even niet. Spreek het uit en heb het erover. En soms mag je het ook even laten, maar heb dan ook vertrouwen dat hij je nooit zal verlaten. He, van zijn kant, daar zal het nooit aan liggen. En gelukkig heb ik hem weer gevonden, dus ja, dat is helemaal goed. En kan je dit lied nu ook weer volmondig zingen? 100%. Ja, mooi. Nou, ik ben benieuwd. We gaan naar jullie luisteren. Geen afstand. U bent niet bang voor mijn vragen. Mijn twijfel schrikt u niet af. U deinst niet terug bij het zien van mijn falen. Daar in mijn zwakte zie ik uw kracht. U bent niet verrast als ik struikel, niet boos of teleurgesteld. U tilt mij op en u toont mij uw goedheid. Daar in uw armen vind ik herstel. U strekt zich uit naar mij. Wat ik ook doe of voel, er is geen afstand tussen u en mij. Er is geen schaduw van omkeer bij u te zien. Er is geen afstand tussen u. Anders meer, ik geef mij.
Ja, wat een mooi lied met een mooie tekst. Het volgende lied dat jullie gaan zingen is What a Friend I Found. Dat gaat over vriendschap. Job, zie je je broers ook als vrienden? Ja, maar dan weer op een hele andere manier dan andere vrienden. Een vriendschap die eigenlijk onvoorwaardelijk is, want je bent nou eenmaal aan elkaar verbonden. We hebben dezelfde ouders, dezelfde achtergrond. We hebben ook wat eigenschappen die een beetje op elkaar lijken. Best wel. Ja. Dus op die manier, ja, vrienden. Ja. Ja, en wat betekenden ze dan ook echt voor je? Nou, toen ik klein was, ik ben best wel een nakomelingetje, was het met name een voorbeeld. Zij waren de weg al gegaan, in zekere zin. Mijn ouders schepen er wel eens op terug. Ja. Ik zeg, joh, bij je broers ging dat zo. Dus dat was in zekere zin een lijn om te volgen. Maar ja, nu je ouder bent en op een andere voet een relatie met elkaar krijgt, is dat vriendschap ook om je hart soms bij uit te storten. Keuzes mee te delen. Ook in moeilijke tijden, maar ook in vreugde. Ja, dat. Ja, wat voor moment heb je echt wel eens wat aan je broer gehad? Aan je broers, moet ik zeggen. Is er een moment geweest? Goh, zoveel, Mirjam. Maar misschien is een mooi moment wel toen mijn vrouw en ik, toen nog mijn vriendin, in verwachting raakten van ons eerste zoontje, Juda. En dat was een periode die zwaar was voor ons. En we waren nog zo jong. Ik was 20 toen, ja. Mijn vrouw 19. En dat was een periode om ook echt bij elkaar om hulp te vragen. Dus in allereerste instantie een schouder om op te huilen. Maar ook om samen plannen te maken en van elkaar te leren. Dat was wel een van de momenten, ja. Ja. Ik zie jullie kijken. Mooi om te horen, of niet? Ja, zeker. En ik denk ook dat met wie die het gesprek ook heeft, ieder ook zijn eigen karakter heeft. De een spreekt hem aan van, joh, wat heb je eigenlijk gedaan? Ben je er bewust van? Maar ook meteen denken van, wat kan ik voor je doen? En de ander heeft een karakter van, joh, kom eens hier. Ik geef je eerst een knuffel. Ja. Dus er zitten verschillende karaktereigenschappen in ons. En die hebben we natuurlijk ook van onze ouders. We zijn in die zin ook, de ene twee lijken meer op ma, de andere twee op pa. En dat soort dingen. En ook nog een zus, die ook haar invloed daarop heeft. Daar. En die ons ook min of meer heeft opgevoed. Ja. Dus dat, mooi, zo met elkaar. Ja, dan snap ik die broederliefde wel. Ja. Ja. Nou, bedankt voor jullie openheid en bijdrage, muzikale bijdrage. Jullie ook. En we gaan luisteren naar dat mooie lied What a Friend I Found. Tot volgende week. Jesus.